NEC verloor vrijdagavond met 2-0 van het lager geclasseerde PEC Zwolle. De ploeg van Peter Hyballa kreeg kansen genoeg om punten mee terug naar Nijmegen te nemen, maar verzuimde te scoren. Daarbij was de eerste treffer van PEC een lucky, waardoor de trainer na afloop van het duel kon uitleggen of pech een belangrijke factor speelde. Ja, dat is de grote filosofische vraag met pech en niet kwaliteit. Ik ben meer voor niet kwaliteit, omdat pech... Dat proberen de grote filosofen vanaf 1000 jaren te interpreteren. Ik ben voetbaltrainer, dan ben je ook een beetje filosoof, maar goed, pech. Ik denk als je 2 meter de bal niet over in het doel schieten kunt, daarover pech te praten, dat weet ik niet. Wat voor een seizoen gaat dit worden? Want een aantal weken geleden had iedereen het nog over naar boven kijken. En nu zal het toch langzaamaan weer het naar onderen kijken gaan beginnen. Want NEC moet weer naar onderen gaan kijken. Het gat wordt klein. Ja, we beginnen heel goed. Na de winterstop 2 overwinningen. Maar nu verlies je 3 keer op rij. Laat je gewoon 9 punten liggen. En dan is het gewoon naar beneden kijken. Zo simpel is het. Go Ahead wint van ons. Zwolle komt nu dichterbij. Dus nu wordt het gewoon knokken. En nu moeten we mouwen opstroken. En... ja, gewoon laten zien dat we niet moeten opgeven en gewoon door moeten gaan. Volgende week tegen je oude club? PSV. In Eindhoven, in mijn stad, geboren en getogen. Mooie wedstrijd, maar daar is gewoon dezelfde wedstrijd zoals altijd. Gewoon mijn eigen spel spelen en daar proberen wordt gewoon lastig, maar van alles proberen daar. Maar in hoeverre gaat het persoonlijk voor jou in het hoofd zitten dat je eigenlijk van 2 weken naar het linkerrijtje nu weer echt naar onderen moet gaan kijken? Gaat dat niet in jouw hoofd ook zitten? Nee, echt niet. Ik vecht iedere dag, werk iedere dag en dan kijk maar wat na 34 wedstrijden eruit komt. En als wij handhaven, hebben we hier alles samen die bij NEC samenwerken. Een hele grote triomf gehouden. En nog zijn we ja niet degradeerd, denk ik. Volgende week PSV. Ja, kijk, die eerste 3 teams, dat is natuurlijk een andere divisie. Daar wordt natuurlijk heel veel defensief voor ons. Daar moeten we die kleine kansjes die we denk ik ook krijgen tegen PSV scoren. Dat wordt natuurlijk moeilijk. Maar goed, we bereiden ons normaal voor op PSP en dan kijken we wat komt. Dankjewel. Ja, dankjewel.